Ik ben Toor. Ik ben Milou. Ik ben Sharon. Stef. Job. Lena. Ik ben Puk. En ik ben Lot. Ik heet Wijk. Ik heet Tyler. Ik ben Sket. Ik ben Daan. En wij gaan hier een speurtocht doen. Een speurtocht, maar toen. In het Stedelijk Museum. Ik ga de antwoorden opzeggen. Nee, jij gaat het zeggen. Jij gaat filmen. Ik ga ze beantwoorden. Waar gaan we heen? Daarheen, zegt ze. Kunnen jullie dit kunstwerk vinden? Hier zijn we nou. Daar staat hij. Wat staat daar? Wat vind jij ervan? Mooi. Klein. Engels? Nou, een beetje ingewikkeld, maar het lijkt op een cartoon. Wat vind jij, Tyler? Broek mooi. Goeie bed. Blauw. Vooral blauw. Moet me denken aan een wip. Daar is dikker en dat, daar is dunner en heeft allemaal dingen. En mooie kasten. Ik vind hem wel mooi. Ja, alleen een mooi, raar. Maar ook een beetje raar. Ik denk dat het een soort schommel is of zo. Mooie waterleiding. Naar welk kunstwerk kijken we eigenlijk? Zoek het titelkaartje maar. Oké, waar is dat dan, meneer? Tip kijkt op de trap. Tip kijkt op de trap. Oh, kijk daar! En wie is de kunstenaar? Oh, daar. Alexander Calder. Gerrit Rietveld, zeg dat. Gerrit Rietveld. Barnett Newman. Is het hier? Ja, hier is het. Gerrit Rietveld. Dan Flavin. Dat is de kunstenaar. Dat moesten we ook zoeken. Roy Lichtenstein. Gerrit Rietveld. Nee, Gerrit Rietveld. Het gaat al goed. Gerrit Rietveld. Barnett vond titels bedenken voor zijn schilderijen een ingewikkeld probleem. Welke titel zouden jullie het geven? Lichtlamp. Wat zeg jij? Lichtgebouw kunnen geven. Deurknop of zo. Het heeft er totaal niet mee te maken. Kleurlichtgebouw. Oké. En hoe heet het kunstwerk? Even kijken. Nou, het Barnett. Oh, nee, dit is het kind. Troon. Of kathedra. As I opened fire. Toen ik het vuur opende. Waarom zou iemand zo'n naam geven? Kijk, mag ik even kijken? Yellow. Ballopi. Nee. Zonder titel. Oké. Kunnen jullie ook dit kunstwerk vinden? Ah, hier. Welke kleuren zie je in het schilderij? Rood, geel, blauw, geel. Geel. Sowieso wit. Rood. Blauw, rood. En zwart. En een beetje grijs. Wit natuurlijk. Zet nu 3 reuzenstappen vooruit. Wat verandert er aan het schilderij als je ver weg staat of juist dichtbij? Testen. Zie jij een verschil dan? Ja, het is natuurlijk kleiner. Hoe bekijken jullie dit werk het liefst? Go. Ik ga liggen. Nee, geen handstand. Waar is het van gemaakt? Waar is het van lampen en licht. Oké. Okay. Herkennen jullie iets? Ja, ik zie een neus, ik zie ogen. Ik zie gewoon een man. Een spiegel. Ik zie een lampje. Een dingetje waar je eten op kan leggen. Daar. Passen de 2 kunstwerken bij elkaar? Wel een beetje met de kleuren. Ja, hij gebruikt veel dezelfde kleuren. Wat gebeurt er op het schilderij? Vliegtuigen. Hij vliegt. Ik ben niet zo'n hele goede strippersoon, maar het ziet er niet echt het beste uit. Doe. Hebben jullie ergens aan denken? Ja, een half zo'n. Als je de trein, als je het zo zet, dan lijkt het een hele lange trein. Kunnen jullie de kunstwerken uitbeelden? Als jullie op deze plek een hele grote kunstwerk zouden maken. Dan? Ja? Oh, in de kleuren rood, geel of blauw. Wat zou je dan gaan maken? Geel is het strand, blauw is de zee en welke kleur nog meer? Kijk, rood, geel, blauw. Rood is de zon en blauw is de zee. Oké. Hoe? Zou
zouden jullie het kunstwerk noemen? Strand. Strandschilderij. Strandschilderij. Waarom zou het in een museum staan? Omdat er toch al niemand er meer in woont. Zou je het in je slaapkamer willen hangen? Ja, heel graag zelfs. Nee, het is veel te groot. Veel te groot inderdaad. Ik zou het een beetje gek vinden. Wat willen jullie nog over het kunstwerk zeggen? Het is mooi gedaan. Dit vind ik eigenlijk ook al heel mooi en verlicht ook. Minder scheuren mag ook wel. Waar? Ik zie er geen scheuren. Strepen, daar. Ja, dus hoe het weer genaaid is. Het ziet er best wel eng uit. Waarom zou je het verzinnen, ja? Zo gek. Wat nu? De vragen zijn op. Ik vond de speur toch leuk. Leuk. Heel leuk. Ik vond het wel leuk om te doen. En ik ook. Wat hebben jullie geleerd? Nou, veel. Als je soms de verkeerde kleur hebt en het gaat er toch dan wel heel mooi uitzien. Dankjewel.